Goedemorgen. Kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking, dus dat belooft weinig zon voor vanochtend. Uit de wolken valt van tijd tot tijd regen of motregen, maar de neerslag trekt wel van west naar oost, dus vanuit het westen wordt het later vanochtend droger en dan breekt ook mogelijk al even de zon door. Vanmiddag verwacht ik op veel meer plaatsen de zon erbij. De regen trekt dan via het oosten naar Duitsland weg en het wordt op de meeste plaatsen droog. Temperaturen van 17 tot 21 graden met de meeste zonneschijn in de kustprovincies. En ook vanavond nog een flink wat uren met zonneschijn en dan blijft het ook overal droog. Maar warm is het niet, halverwege de avond is het 15 of 16 graden. Na een vrij frisse nacht, morgenochtend weer flink wat zonneschijn en morgenmiddag stapelwolken. En die kunnen dan plaatselijk een bui opleveren, met name in de noordelijke helft van het land. Het wordt ook wat warmer, 20 tot 23 graden, maar dan waait wel een stevige wind. Donderdag is er weinig wind, of sorry, dinsdag is er weinig wind. Er zijn er zonnige perioden, bij 19 tot 22 graden. En vanaf woensdag wordt het warmer, donderdag verwacht ik zelfs temperaturen boven de 25 graden. Lokaal is een bui mogelijk. Bij Michiel Severin. Van Weerplaza. plaza?